zijn hier vandaag voor de lancering van Debat Direct. En met de Debat Direct app kan je live debatten van de Tweede Kamer volgen. Van zowel de plenaire zaal als de commissiezaal. Het feit dat ik live kan volgen wat er gebeurt, gewoon wat hier besproken wordt in de Tweede Kamer. Als ik naar een debat ben of wat dan ook, gewoon even wat achtergrondinformatie. Dan is bij deze de app Debat Direct gelanceerd. Dank u. We zien ook dat het belang van nieuwe informatietechnologie, sociale media, ontzettend toeneemt. Via zo'n app kunnen ze zien welke Kamerlid aan het woord is, namens welke partij, wat die moties inhouden, hoe gestemd wordt. En dat draagt bij aan een toegankelijke en transparante Kamer. Een deel van de informatie die was tot nu toe alleen maar achteraf beschikbaar. En nu kan je alles live meekijken. En het is zeg maar rondom de debatten beter georganiseerd. Dus het is veel makkelijker om in een bepaald onderwerp te verdiepen. En ook daar door de notificaties op de hoogte van blijven. Gewoon met mijn vingertje erop tippen. En zeggen, en ik zie welk debat ik zou willen volgen over welk onderwerp. En ik krijg een notificatie en dat is super. Wat daarvoor, voor mijn gevoel, altijd een beetje achter gesloten deuren gebeurde. Is nu wel een stukje meer achter open deuren. Echt iets om trots op te zijn.